is Roos. Hoi Roos. Zou jij je even willen voorstellen voor ons? Jazeker. Ik ben Roos en ik heb me gespecialiseerd in houding en zit. Ik heb de opleiding in Deurne gedaan. 11 jaar geleden heb ik bij Akasha Rijkunst dus de opleiding gedaan om me te specialiseren in houding en zit. Wat me toen heel erg opviel was dat ik dingen leerde waarvan ik dacht van nou, waarom heb ik ze nooit eerder geleerd? Ik noem dat nu de basis van de basis. En dat zijn eigenlijk hele elementaire dingen om goed paard te kunnen rijden. Hè. We vragen van alles van een paard. Paard behandelen we eigenlijk als atleet. Zelf zitten we daar bovenop. En het is al een kunst op zich om op dat paard te zitten wat beweegt zonder dat paard in de weg te zitten. En daar zou heel veel verbetering nog in kunnen zijn. Op alle niveaus, van manegeruiter tot topruiter op het allerhoogste niveau. Dit is Just, zesjarige. Heeft rond haar 3/4 jaar een beetje last gehad met een ontstoken kies. Die is eruit gehaald en toen heeft ze wat meer tijd gehad. We hebben onze eerste Z1 wedstrijd gehad, net voordat de corona. Ja, ik zelf vind het persoonlijk wel eens moeilijk en daar ben ik met haar nog niet aan toe. Maar nou ja, met haar doe ik wel eens een beginnetje daarmee maken. Maar echt in het stukje verzameling, dat ik ze op kan vangen, maar toch aan de voorkant toe kan staan, zeg maar. Ja. Dat is iets wat ik zelf heel moeilijk vind. Okay. Ja, en ik hoor dan van anderen, dat ik dan, of ook van mijn instructrice bijvoorbeeld, dat ik makkelijk mijn been een beetje te ver naar achter hou. Ja. Waardoor ik meer een beetje langs haar been ga schuiven in plaats van goede hulp kan geven. Dat zou zomaar met elkaar te maken kunnen hebben. Ja. Want als je been naar achter gaat, dan kiep je zelf vaak iets naar voren. Dat wil niet eens altijd zichtbaar zijn dat je hele bovenlichaam dit doet. Maar dat je in je balans iets daar gaat zitten. En dan heb je vaak als reactie om je hand naar je toe te halen. En kan je dus niet meer van je af houden. Ja, precies. Dat kan een wisselwerking. Ja. Oké. Okay. Wat voor afstamming is het? Maakt voor de les een Dreamboy 07. Goed, nou ik wil graag jullie allebei even zien rijden. Bij jou is het heel erg lang geleden, jou heb ik helemaal nog nooit zien rijden. Dus ik wil eventjes kijken van nou ja, hoe is het nu? Ja. Aan de hand daarvan gaan we denk ik eventjes met de simulator, met Joker, wat doen. Want leuk. Die gaat je gelijk heel veel dingen heel duidelijk voelen. Ja. Kan zijn dat we daarbij ook nog een grondoefeningetje doen. Oké. Dus we daar wel eerst even kijken hoe het nu is. Ja. En dan gaan we daarna terug op de paarden. Ik ga nu vet grappig zitten rijden. Ja, je wordt nu voordeeld. Ja, het is een beetje, doe maar alsof ik er niet ben. Nou, wat ik hier bij Daan zie, is dat ze ietsje op de teen gekiept zit. Dat zal nu nog zo 1, 2, 3 niet opvallen, maar dat gaan we dadelijk, gaan we die rijhouding eventjes analyseren. Als ze niet op haar paard zit, dus dat doe ik vaak even op de grond. Met dat ze wat op de teen kiept. Ja, dat valt in de eerste instantie niet zozeer op, maar wat je terug ziet is wel dat ze de rugspieren best wel aanspannen. Op het moment dat de rugspieren aangespannen zijn, mis je eigenlijk wat spiertonus in je diepe buikspieren. Ja, en daar vandaan moet de core stability komen. En Daan zei het al, want ik vind het moeilijk om mijn paard te verzamelen en hem toch van de hand af te houden. Je zal merken, dus omdat ze nu al ietsjes gekiept zit, zo noem ik dat, en die rug vol is, gaat die hand ook naar haar toe. Dus, hè, dus die hand die oogt wel netjes voor, dat is die ook wel, en ze heeft wel een mooie zachte hand. Maar ik zie wel, in combinatie met haar houding, dat de richting van de inwerking eigenlijk iets naar haar toe is. Dus om die hand meer van haar af te kunnen krijgen, moet ze haar gewicht wat meer achter in haar hakken krijgen en dan de rug ontspannen. En de core stability iets meer gaan gebruiken. Wat je hier ziet, is dat ze net iedere keer een klein beetje uit het zadel moet. Dat is zo klein dat niemand zich eraan zal storen. Maar ik denk dat dat fijner kan. Dus hier gaan we dadelijk ook zeker aan werken. Oké, elke doorzitter ziet er helemaal niet zo verkeerd uit. Ik zou hier nog iets het contact met de zit en de rug willen optimaliseren. De rug mag nog een beetje losser, daar heb ik haar over de rug vandaan. En dat zal makkelijker worden als ze de beugel wat minder naar voren duwt. Dus we gaan straks werken aan het feit dat ze de voeten iets naar onder zich houdt. Waardoor alles iets beter in één lijn komt.
En niemand kan je dat zo goed laten voelen als Joker. Dus dit is een heel mooi gevalletje om dat even met Joker te gaan ervaren. Ja. En je zal dus merken straks op Joker, maar ook daarna op de echte paard, dat als jij iets beter alles in lijn brengt met elkaar, dat je meer vering krijgt. Ja. Op Joker, omdat daar veren in zitten, maar ook straks in jouw rug en dus ook in de rug van je paard. Ja, dat is allemaal zeker niet slecht. Ja, en ook de manier van draven ziet er allemaal best wel fijn uit. Maar wil niet zeggen dat we dat nog een beetje mooier kunnen zijn. Jullie zijn in beeld en aan. Oké, dan wil jij even in je rijhouding gaan staan. En doe even na zoals je op je paard zit. Zo. Ja, je had je beugels iets langer. Oh, dat is waar. Ik zit natuurlijk niet op springtaal. En misschien je voeten iets verder uit elkaar, hoeft niet helemaal zo. Ja, ik zit wel op het paard. Ik heb zo breed hoeft ook weer niet. Ja. Maar liefst met dit. Ja. Sneller, denk ik. Dit is echt heel gek. Zal ik je even op gang helpen? Ja. Of moet ik toch eerst lichter rijden? Nou, ja, wacht maar. Probeer maar even door te doen. Oh, zo! Ah ja, daar is die! Oh.